Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel. Notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Zo, hallo lieve mensen. Welkom op mijn YouTube kanaal. Vandaag ga ik Chinese taaien maken in jurmachiri, droge vis. Dus die had ik al gepluist in de vriezer bewaard. Dus dan ga ik hem laten inweken. Zo, dan gaat hij inweken en ontdooien, dus bedoel ik. En dan ga ik mijn Chinese taaier maken vandaag. Chinese taaier is Suriname, noemen ze een roei. Dus dan ga ik een roei jurmachiri maken vandaag. Dit is een roei, Chinese taaier dus. Dat weten jullie iedereen. Die heb ik gekocht bij Badri. Het was een aanbieding. En dan ga ik hem nu schillen. Weet je. Ik hem één voor één schillen. Dat ga ik lekker maken vandaag. Dit is echt lekker hoor. Een roei met jurmachiri. Is heel lekker. Dan ga je hem straks lekker koken. Chinese taaier zet je in soep. Of je kan het ook gewoon koken, weet je, met aardappel, zoete patat. Dan kan je dat ook eten met broccoli, bloemkool, weet je. Dat is heel gezond. Je kan ook soep maken, zet je in de soep. Bijvoorbeeld bravo soep, weet je, Surinaamse bravo soep. Dan kan je erin ook zetten. Maar ik ga vandaag gewoon maken. Alleen maar met jurmachiri, droge vis. Maar ik ga geen curry zetten hoor. Ik ga het zonder curry maken. Je mag het ook in curry masala koken. Is ook lekker. Ik ga het zonder curry maken. Zo, mijn lieve kijkers. Ik heb allemaal al geschild. Dan ga ik hem in plakjes snijden. Zo. En dit zet. Alvast mijn goede vlok snijden. Dan ga ik dit samen bakken met de vis. Met de droge vis, jurmachiri. Dan ga ik de roei erin zetten. Als je bijvoorbeeld roti, wara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen, Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Lekker met een beetje veerknoflook en uien, hè? Ik vind het lekker altijd. Kijk, mijn uien snijden. Rode uien heb ik hier. Als je groente maakt met rode uien is heerlijk hoor. Is echt lekker. Dan heb ik mijn peper. Lekker sweetie. Een beetje heet. Dit kook je zo, weet je. Oké, dan ga ik mijn pan op de vuur zetten. Dit is mijn droge vis. Die ga ik nu bakken. Die is al heet. Een beetje extra olie gezet om die vis te bakken. Dus dan ga ik hem straks eraan halen. Hè. Dan mag je hem niet lekker van bakken. En nu ga ik mijn vloek uitzetten. Dan ga ik hem mee bakken. Lekker mee bakken. En de vis. Zie je? Deze vis komt echt uit Suriname, hè? En dat ruikt zo lekker. Omdat die op de hout doen ze dat droogte, hè? Die vis. Dat is zo lekker. Dan laat ik hem even licht bakken.
Mooi bruin. Gebakken. Hier, hij heeft losgelaten van de pan. Dit geeft een lekker smaak, hè? Dan ga ik maar eens een paaier erin zetten, een roei. Nee, gaat erin nu. Een beetje op zachte vuur. Medium. Nee. Nu een beetje doorbakken. Dan ga ik water erin zetten straks. Ik had al zout gezet, dus ik zet het nog een beetje. Zo. En meer hoeft niet, geen enkel kruiden. Dan gaat hier lekker roepen onder de deksel. Zo. Mag je lekker eventjes gaan doorbakken. Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Mooi aan het bakken. Hier. Ziet er prachtig uit hoor, lieve kijkers. Mag nog even. Dan ga ik de water toevoegen. Zo, en nu denk ik dat het goed is. Dan ga ik de water toevoegen. Hier. De paaien zijn bijna zacht. Dan mag de water erin komen. Ik heb ongeveer 750 ml water. Dan mag hij lekker gaan sudderen. Ik ga hem niet roeren. Omdat als ik hem ga roeren, dan gaat al die kruiden doorspoelen in die ding, weet je. En dat wil ik niet. Hij mag zo rustig intrekken. Dus daarom ga ik hem niet roeren. Straks ga ik hem wel roeren. Zo, lieve kijkers. Dan ga ik kijken. Het ziet er prachtig uit. Mooi. Dit wordt een yummy. Yummy portie. Ja, ze zijn mooi lekker gekookt. Laat ik er nog eventjes. Dan kunnen we gaan smullen. Lekker. Lekker. Een roeike tarkari noemen we dit. Hij is nu helemaal klaar. Hier, lieve mensen. Heerlijk. Lekker. Zonder curry, hè. Daar hou ik van. En lieve kijkers van me. Als jullie mijn video leuk vinden. Graag hoor ik berichtje. Liken, subscriben, comments geven en de notificatieknop drukken voor de volgende lekkere video. Ik zou zeggen, eet smakelijk voor straks. Bye bye. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt.